Wat superleuk dat je weer kijkt bij Sander MTB. Vandaag ga ik mijn skills oefenen. Dus, we zijn in Zoetermeer. Het is maandag. Maandag moet je niet werken. Nee, we hebben de loterij. Nee, ik ben jarig vandaag. Dat soort dropjes. Ik weet nog, toen ik hier voor het eerst eraf ging, was ik super blij. Maar dat moet nu smoother. En makkelijker en wat professioneler eruit moet gaan. Dus dat. Ik zou er ook graag vanaf willen bunny hoppen, weet je wel. In plaats van eraf rollen. Nou, dat soort dingen ga ik allemaal oefenen. En vooral springen. Dames en heren, have fun! Ik heb al een paar keer warm gesprongen. Dus ik wil eraf bunny hoppen. Dus hup! Nou, ik vond het redelijk goed gaan. Het is maandag, dus er is geen kip op de route. Heerlijk. Lekker mensen. Zoals je ook ziet, kniebeschermers, scheenbeschermers, elleboogbeschermers. Dat allemaal, zodat ik meer vertrouwen krijg. En gewoon lekker mijn gang kan gaan. Volgens mij heb ik deze al redelijk onder de knie nu. Ja, dat bedoel ik. Lekker. Oké, volgende feature. Zogenaamde wallride. Niet heel spannend. Je komt wel af van een trappetje hier. Maar hier kan ik mezelf nou niet echt verbeteren. Maar we gaan ervoor. Dan zijn we nu aanbeland bij mijn grote droom om deze keer te pakken. De whale tail. Oh mensen, dit is zo eng. Ongeveer een meter gehad. En dan kom je hier. Dan heb je 1,5 meter gehad. Ja, ik heb geen idee hoe ik uitkom hier. Met mijn achterwiel. Bij zo'n lipje, zeg maar. Dus ik ga even een lipje. Ga ik zoeken. Dan neem ik die. Die zit daar, denk ik wel. Daar is ook een ander lipje. En dan gaan we kijken hoe ik uitkom. Maar ik kom absoluut niet ver genoeg met mijn achterwiel. Kom op, springen. Beter, denk ik. Achterkant van mijn fiets, die sleept achter me aan. Dus die gaat niet echt omhoog. Dus een klapje vol op dit houten ding. Ik ga verder. Ik ga meer springen oefenen. En dan komen we misschien straks hier weer terug. Yes. Volgende kleine jumpje, tenminste hij ziet er klein uit. Deze. Dus aan het begin van de line seeker. Deze kan ik wel springen, maar de landing vind ik super eng, want die is gewoon 80 centimeter lager of zo. Maar we gaan het proberen. Oh, 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 what the fuck. Dat was een lekker gevoel. Cool. Dat ging goed. Nog een keer. Spring! Ja, 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 ja. Oh. Hoe vet is dit? Oké, ik heb hem teruggekeken. Ik land gewoon met mijn wiel. Eigenlijk niet ver genoeg voor het mooie van de berg af. Dus ik moet iets harder proberen. Oh, het gevoel is er echt wel niet, lieve mensen. Het gevoel is er. Oké, nu ga ik echt harder. Ja! Springen ging best wel goed. Oké, hier is een gap. Niet heel groot gapje. Meer een table jump. Heb ik geleerd van Oldenzaal, van iemand. Dus ik wil gewoon hier met mijn achterwiel vliegen. En hier weer met mijn achterwiel. We gaan ervoor. Achterwiel in het gat. De aanloop hier naartoe is niet zo heel perfect voor een beginner als ik. Ik heb echt snelheid nodig. Nu zal ik dus in de gap. Nee, 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 nee. Oeh. Hey. Ik hou het even voor gezien. Mijn batterij van de camera doet ook niet heel erg gauw. Daar staat de camera. Hey, jammer. Ik mis snelheid, denk ik. Oké. Letterlijk
twee bochten verder is er hier een table jump waar ik absoluut veel snelheid kan maken. Geen excuses daarom. Ik concentreer en spring. Oeh, netjes. Kom op, lange, springen. En... oh, wat lekker zeg. Ik zweet me helemaal het ongeluk. Ik zie net op het filmpje dat ik toch met mijn achterwiel niet hoog genoeg kom naar mijn zin. En ik zag ook op het filmpje dat je de tweede jump kan zien. Dat is wel lekker. Nu wil ik vliegen. Kom op. Nee. Absoluut. Geen techniek. Oké, ik dacht niet na hoe ik zou gaan springen. Ik deed maar wat. Dat is echt zonde van de tijd. Batterijen. Publiek, sorry mensen. Wat zwaar teleurgesteld is nu. Aanvalshouding. En spring. Nee, helemaal fout. Scheef, fout. Kom op, Sander. Kom op. Oh, lekker. Nou, niet helemaal. Dat gaat goed. Het begin gaat goed, vooral met die tweede sprong. Alleen, ik vergeet mijn fiets vooruit te duwen. Volgende, de drop-off. Ik heb deze nog nooit gedurfd. Je komt aanrijden. En dan heb je niet dat plankje nodig als het goed is. Dan zweef je er zo af. Maar ik heb hem echt nog nooit gedurfd. Ik heb er al een paar keer op gestaan, maar ik ga hem nu gewoon doen. Kop, Sandertje, gewoon doen. Zoals bij elke drop. Gewoon gaan. Zo! Die is fucking eng nog. Yes. Eindelijk. Heerlijk dit. Super vet, toch weer. Ja, te makkelijk dit. Lekker man, jemig. Hoe makkelijk is dit? Kijk, hij is wel zo hoog, hè. Tot hier. Ik ben oprecht super blij. Yes. Ook zijn er hier vette kombochten. Deze is redelijk nieuw. Oeh, super vet. We staan hier bovenop het mini-bikeparkje van Zoetermeer. Twee nieuwe drops. Tenminste, ze liggen al een tijdje, maar voor mij zijn ze droog. Ik heb er naartoe gereden, ik ben er naartoe gereden. Als je erop staat, denk je, nou, ik ga hem gewoon doen. Maar ik sla even over. De wheeltail ga ik ook niet doen. Maar springen gaat beter. Daar ging het om. Ik dank jullie voor het kijken. Volgende keer nog meer airtime. Ciao, ciao.